Het jaar 2016 is haast ten einde. Over enkele uren zullen we 2017 verwelkomen. Om dit bewogen jaar te beëindigen is het Pagara Festival gehouden in de binnenstad van Paramaribo. En ook dit jaar hebben Traditioneel nemen vele Surinamers op oudjaar een sweet watrawasi om het nieuwe jaar in te luiden. Ook dit jaar konden mensen op het Onafhankelijkheidsplein de wasi nemen uit een grote kappa. Iwan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie van Afrikaans Ranamang, vertelt hoe het vanmorgen op het plein is geweest. Ik moet zeggen, ik was bijzonder verrast toen ik hier kwam. Mensen wachten al. We hebben een uur afgesproken. We beginnen om 11 uur. Maar drama moest ik om voor 11 uur beginnen. En er stonden mensen hier van allerlei pluimages. Groot, klein, oud. Allerlei etniciteiten. En dat deed me goed. Met een grote mate van enthousiasme. Anderen willen alleen in gezicht. Anderen in hoofd. Anderen in voeten. Anderen hebben een heel bad genomen ook. Dus ik moet zeggen, ik ben blij. De mensen die komen, die zeggen, ay, mi abba wasi van nodu. Daarom zijn ze gekomen. De Federatie voor Afrikaans Ranamang kijkt positief naar 2017. En we wensen het allerbeste het nieuwe jaar. Maar ik zeg nogmaals, de vervelende dingen die hebben meegemaakt, laten ze het weglaten. De goede dingen meenemen naar 2017. En met die wasi en al de goede bedoelingen die Maëlle heeft ingesproken, dat die zeer zeker zal mee zorgen voor een beter jaar in 2017. Graag gedaan. Aldus Iwan Wijngaarden, die de Surinaamse gemeenschap het allerbeste toewenst in het nieuwe jaar. Het jaar 2016 is haast ten einde. Over enkele uren zullen we 2017 verwelkomen. Om dit bewogen jaar te beëindigen is het Pagara Festival gehouden in de binnenstad van Paramaribo. En ook dit jaar hebben